jongens, hey, goeiedag. Het is vandaag maandag en ik zit ook buiten in het zonnetje. Achterkant die je zien is wit, daar komt wat aan de gordijnen zitten. Ik ben niet lekker beurt, ik ben vandaag nog even naar het centrum geweest om even naar BH aan te kijken die je dus nodig hebt voor, ja. Als je dus een top wil dragen, maar je hebt geen bandjes, je hebt zo'n jumpsuitje wat ik gehaald zaterdag bij New York, maar zo'n band. Ik heb alleen geen band. Ik heb alleen baadje met bandje, maar dan zie je die bandjes natuurlijk van je baadje als het niet mooi is. Ik heb daar eventjes een BH gehaald waar je bandjes aan hebt zitten, maar waar je de bandjes ook eraf kan halen. Die is dezelfde als die ik had, maar dan eentje waar je ook banden kan af kan halen. Dat is wel mooi. Dus ik heb deze even gehaald bij de bij de Hunkemuller. Ik haal daar altijd zo'n BH'tjes, maar ja, we hadden ook. Ja, ze hadden dus deze hadden niet in mijn maat in huidskleuren. Daar gingen ze vanaf B en ik heb A. Dus ik heb 70A. Ik gebruik vroeger altijd echt AA. Maar ja, dat gebruikte ik vroeger en nu heb ik dus A. Maar ja, het is echt wel deze. Ik had deze even ongedaan. Met die pandjes af. En het was gelukt die pandjes af te krijgen. Dus toen ben ik die ongedaan. Toen die jumpsuitjurkje even over aan om even te kijken hoe dat staat. Als het al goed zit met die BH, die shoot zit over het algemeen wel strak aan de bovenkant. Dus met die BH best alles heel prima zitten. Maar ik kom nooit BH strak zonder pandjes en nog nooit gedragen. Maar het zit wel goed. Ik kan mijn tante nog tegen zo. En ja, ze ging mee moeten uit het boekje zo. Ja, ik heb maat. Ik heb echt maat 152. Dat is toch een kindermaat qua broekjes, wel onderbroekjes. Voor mijn kleding en zo kan ik gewoon makkelijk XS aan. Bij sommige kledingstukken gewoon kan ik gewoon makkelijk XS aan doen. Maar bij ja, broekjes is dat gewoon een kindermaatje. Maar ja, ik had thuis wel een wit broekje liggen. Ik denk gewoon, ja joh, gewoon een wit broekje aan. Dat kan toch bij wit jumpsuit. Dat was ook tegen die zei, ja joh, dat kan makkelijk. Kijk, zie, hoor je het ook van de ander, dat hij kan. Want ja, ik wil liever een boek die helemaal past dan niet. En ik heb mijn maandverband opgehaald, want die zou wist dat geleerd worden. Maar de PostNL zegt, is niemand thuis. Er was wel iemand thuis, maar wij hadden dus alles dicht. Nul gordijn en nul gordijn. Bij de deur die is dat geen warmte binnen kon komen. Ja, die PostNL bezorger zag het dus aan als er is niemand op dit adres aanwezig. Maar goed, ik ga toch even glas de kaas halen voor vanavond. Dus ik zie die leer. Oh ja. Wat ik moet nu ja doen, terwijl sta ik naar de batterie in Ermeloos. Ongeveer 40 minuten hier vandaan rijden. En dan gaan we daar even naartoe. Gaan we elk jaar naartoe in Ermelo. Even over de bladen die kijken. Zo. Oh ja, kan ik ook gelijk even naar Itos. Daar verkopen ze een masker die ik heel graag wil hebben. Voor het gezicht. Die verkopen ze hier bij onze Itos niet. Oh ja. En ja, waar ik dus over die dingen van de PostNL. De dingen die zei dat iemand is, maar ja, we hebben ze alles dicht, gordijnen dicht, gordijnen dicht, dus ja, de bezorger dan, oh nou, alles is dicht. Er gaat niemand op dit adres nu aanwezig zijn, dus we brengen het naar het servicepunt zonder aan te bellen. Terwijl er gewoon iemand bij zat en ik die maandse band voor de nacht, dus die had nodig gehad dat ik dus niks meer had. En ja, ik kon dus niet naar de winkel gaan om te halen, want ze verkopen deze niet in de winkel. Dus dan moest ik deze online web op te komen stellen, omdat ze hem daar waren. Echt super. Ik heb dus de 4 van de, hoe heet ze? Oh ja, de Always Platinum. Daar heb ik dus de nummer 4 van.
Die is voor de nacht. De 3 kan je voor de dag en nacht gebruiken. Maar 4 is echt voor de nacht. Je hebt nu ook. Dus nieuw de nummer 5. Die heb ik nog nooit gezien. Ik doe. Dus ik ga nu zo nog even naar de winkel. Ik heb mijn nagels gedaan. Ja, deze kleur doet ik mijn beek. Want het is niet gebruikelijk om je middelvinger op te steken. Maar ik heb deze dus blauw zelf gelakt. Want hij was dus wit. Eigenlijk een beetje zoals deze. Maar dan zonder printje. En ik vond dat niet zo mooi. Dus ik zie jullie dat ik een hele goede dag. Het is vandaag dinsdag. Ik ga nu mijn schilderij van Belly haar foto ophalen. Ik had schilderij van de Belly haar foto gedrukt. Die ik toen gemaakt had. Dus ik ga er nu op bij het servicepunt. Dus ik zie jullie later. Bye. Zo, ik ben bij de Bradley in Armadale geweest. Ik heb dit maskertje gehaald bij de trekprijs. Want ja, bij de ASOS kopen ze die ook. Zo met kruisje, maar ja, niet in het assortiment. Komt er achter, dus langs de trekprijzen. Daar hadden ze deze gelukkig, want ik ben al heel lang op zoek naar deze. Nergens te koop, wat ik al vond. De lijn ziet duurder dan de winkel. Ja, en dit geurtje van Cash. Ik had daarvan ooit een body mist van mijn tante gekregen. Zo lekker. Ik zag dat ze daar toen ook ooit de geur van hadden en zo. Toen was ze bij de Ethos 20. En ik had hier iets van geld verdiend op Vinten. Dus kon ik het daar gaan kopen. En dit van de helft. Dit geurtje. Dus dan 10 euro voor mij, 10 euro gekregen van haar. Zo, maak deze even open. En we zijn weer terug thuis. Tadaa, jongens. Dit is 30 milliliter. Het is zo ongelooflijk lekker, dit geurtje van Cash. Yay! Ik ga me nu omkleden en douchen. Want ik heb nog mijn make-up eraf klaar. Morgen. Trouwens, je ziet mijn gezicht niet, want mijn gezicht ziet er niet meer uit. Tot zweten. Hoi jongens, heel goede dag. Is vandaag woensdag en ik ben bij de Action geweest. Want ik was daar zag online dus telefoon koordjes. Want ik wil graag mijn telefoon kunnen omhangen en zo. En ik had wel in het begin voor mijn iPhone 13 hoesje met telefoonkoorden aan, maar ik heb nu inmiddels al een iPhone 15. Dus dus ik ging net kijken, maar ze hadden de kleur die ik wilde sowieso niet in de store, in de winkel. Sorry, het is geluid voor de trap leeft. Heel irritant, ik kan het niet. Ja, ik ga maar gewoon door. Ze hadden 4 kleuren. Ze hadden grijs, groen met wat zilver ingemalleerd, wit en zwart. Dus ik heb 1 zwarte telefoonkoord. 1 witte. Een groene met zilver gemalleerd. Hij lijkt een beetje grijs, maar is groen. En nog een grijs koord. Die heb ik gehaald. En ze denken aan zoveel. 1,99 per stuk. Ik bedoel 99 cent per stuk. Dus 1 euro.